hand. Het gebeurt sneller dan je denkt. Maar wat als je minder mobiel bent en dus kwetsbaar? Krijg je dan hulp van anderen? Ik verwachtte eigenlijk best wel een uitgebreide binnenbrand aan te treffen. Dat bleek dus niet het geval. En wat mij daarbij opviel is dat zo'n kleine brand zo'n enorme impact heeft op het incident zelf. Wat als er brand uitbreekt bij kwetsbare personen? In de huidige tijd treedt de overheid en daarmee ook de zorginstelling vaak wat terug. En komt er meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf te liggen. Ja, dat betekent ook dat ze moeten weten wat ze moeten doen. We hebben voorlichting gegeven aan personeel en aan bewoners. En als speerpunt hebben we aangenomen dat het vluchten dat heel belangrijk is. Maar ook de deuren dicht doen. Want dan leer je je pad vinden in een situatie dat er wel wat aan de hand is.